maar ja, het is niet elk weekend feest. Het is nu heel wat, hè? Ja. Goedemorgen allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken naar mijn vlog. Het is zondagochtend, 6 uur. En het is mijn werkweekend. Papa en ik die werken om het weekend. Eén weekend ben ik vrij. En dit weekend is papa dus vrij. Dus moet ik dus melken. En dat betekent dat ik nu de taken ga doen die papa meestal doet. Dus ik ga eerst even de koeien wakker maken. Slapen koeien dan? Nee, koeien slapen maar 20 minuten per dag. Dus ik hoef ze niet letterlijk wakker te maken. Maar ze liggen altijd wel in de boksen. Dus ze zijn wel een beetje lui. Dus dan moet ik ze wel even zorgen dat ze overeind komen en richting de melkstal gaan. Dus dat ga ik nu even doen. De koeien staan allemaal achter de melkstal te wachten. En ik heb ondertussen ook de boksen gestrooid, zoals hiernaast te zien is. Nu zijn de boksen weer mooi schoon en droog. En kunnen de koeien straks weer lekker gaan liggen als ze uit de melkstal komen. Nou, dan ga ik nu even naar de melkstal. Ga ik jullie even voorstellen aan Danielle. Danielle die doet altijd in mijn werkweekend doet ze mijn werk, want ik doe dus papa's werk en Danielle doet dus mijn werk. Nou, dit is dus Danielle en als ik werkweekend heb dan melken we met z'n tweeën. En we gaan ook wel heel vaak, als we vrij zijn, gaan we op stap met z'n tweeën. Net als vorige week, toen zijn we naar Amsterdam geweest. Dat was wel leuk, hè? Ja, dat was zeker leuk. Ja, maar ja, het is niet elk weekend feest, het is niet heel wat, hè? Ja. Dus, nou. Dat moet ook gebeuren. Ik ga de koeien en kalfjes voeren en Danielle gaat verder melken. Zo, ik heb de kalfjes gevoerd. De kalfjes die krijgen hooi te eten met een beetje mais en bierborstel. Bierborstel is een product dat overblijft na het brouwen van bier, maar er zit geen alcohol meer in hoor. Dus mijn kalfjes worden niet dronken. En nu ga ik de jongste kalfjes, die ga ik nog een beetje melk geven. En dat is eigenlijk wat onze kalfjes te eten krijgen. Zo, de koeien staan al aan hun ontbijt. Ik ga nu ook zo snel ontbijten samen met Danielle. Even gezellig een stukje taart erbij, want ik ben jarig geweest vorige week. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. En als jullie hem leuk vonden, willen jullie dan even een duimpje omhoog doen. En dan zie ik jullie hopelijk volgende week. Doei doei! Ik ben van plan elke donderdag een vlog te posten. Dus als jullie het leuk vinden, abonneer je op dit kanaal. En dan zien jullie mij volgende week donderdag.